In het jubileumjaar van Story reflecteren BN'ers wekelijks op hun verleden, onthullen ze het heden en delen ze hun verrassende levensverhalen. Deze keer opent Joop Oomk, 81, zijn hart, niet langer de zongebruinde fitnesshunk van Weleer. Hoewel zijn uiterlijk hem goed conserveert, verbergt zijn begroetingsgrijns de diepe melancholie die zijn ziel omhult. De donkerste periode van mijn leven, bekent Joop. Het verdriet is intens, de stilte en leegte ondraaglijk. De klap kwam op 10 oktober vorig jaar, toen zijn dochter Danielle van T. Schipoomk op 55-jarige leeftijd overleed aan endeldarmkanker met uitzaaiingen. Een schok die Joop's wereld deed instorten en waar alleen plaats was voor verdriet en ongeloof. Op 9 april 2022, twee dagen na Joop's 80ste verjaardag, kreeg Danielle de genadeloze diagnose. Haar passies, yoga, mantra zingen en het delen van liefde en licht vormden het weefsel van haar leven. Danielle, een toegewijd schrijfster, liet haar laatste boek in het licht van de liefde achter, met plannen voor meer. Ziekte dwarsboomde deze toekomstplannen. In een wanhopige poging tot genezing wende Joop zich tot de kapel de vrouwen van alle volkeren, geïnspireerd door Jezus' belofte om te antwoorden op gebeden. Ik bad Jezus, genees mijn dochter. Elke dag. Zusters en priesters voegden zich bij dit gebed, maar het mocht niet baten. De teleurstelling overschaduwde zelfs het geloof. En Joop vermijdt nu de kapel die ooit een baken van hoop was. Het besef van Danielle's verjaardag op 11 februari, die ze niet mocht vieren, raakte Joop diep. Ik kan haar nooit meer verjaardagzoenen geven, nooit meer papa horen zeggen. De intensiteit van de familieband met Danielle's man en kinderen is onmiskenbaar, maar de zorgeloosheid en vreugde zijn vervlogen. Joop weet niet of die ooit zullen terugkeren, maar hij voelt de drang om door te gaan. We moeten door. Danielle had het ook zo gewild. Ondanks de diepgaande pijn pakt Joop de draad van het leven op: een leven vol uitdagingen waarin hij vastberaden is door te gaan, zelfs in het aangezicht van het onverwachte en hartverscheurende verlies van zijn geliefde dochter.